Deze nieuwsuitzending. Die is op een sabbat. En oh, ik heb de hele week heel hard gewerkt. En daar wil ik het niet over hebben. Wat een drama. Wat. Toch ben ik tevreden. En ik doe deze nieuwsuitzending omdat ik niet meer zo frequent aan het uploaden ben. En ik ben ook een abonnee kwijtgeraakt. Dat is niet erg. Ik heb ook stiekem het vermoeden dat ik toch afgeknepen word. Men. Iedereen met hoogmoedswaanzin die roept dat. Van hey, ik word gebend. Uh. Nou, misschien luistert er wel gewoon helemaal niemand meer. En misschien dat sommige mensen denken: nou, Maar gaat het dan wel goed met Perry? Nou, nou. het is geweldig. Ik ben uh, morgen nog even zondagen. Even voorbereiden, moet gaan werken. Vandaag is sabbat, maar. vanavond, als ik naar bed ga, dan is het. Oh, morgen is zondag, ik moet aan werken. En dan moet de wasmachine aan. En dan maandagochtend, jawel, kapitein. In die army van de schoonmakers. De collega's die tegen mij hebben gezegd met halve tranen in hun ogen... Ja, maar als je zo gepest wordt, dan moet je je overplaatsing aanvragen. En dat kan best, hoor. Maar dan zien we je nooit meer terug. Ja, ja zoiets. Ja. Maar ik heb een jaarcontract contract tot en met eind januari. Ja, daar zitten ze aan vast. En mijn management, dat die, die, die zijn Ja, lang lamkakken, jongen. Het oh. is verschrikkelijk. Die regelen helemaal niks. Die blaffen een beetje commando's in de rondte. Maken een inspectiewandeling over het terrein. Alsof je terwijl je over het terrein loopt kan zien of de toiletten wel schoon zijn. Oh, 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 oh. En ik. Dat, nou ja, wat moet je ervan zeggen? Het enige probleem is, als je de wil hebt tot verbetering, dan. Ja. Dus beter kan je maar geen wil tot verbetering hebben en het gewoon maar laten gaan. Ik heb mijn CV bijgewerkt. Dus. En ik ga solliciteren. Ja, een mens wil toch verder? Ja, maar Peggy, is het niet genoeg voor jou? Het is ook nooit genoeg, hè? Dan mag je toiletten schoonmaken voor uh, tien idioten. En uh, nou, dat vinden wij dan, hè? Maar jij vindt ze dan kennelijk uh, wel acceptabel. Maar dat maakt niet uit of zo, hè? En uh, dan, dan wil je nog meer. Is het niet genoeg? Wanneer is het een keer genoeg voor jou? Ik wil niet gepest worden. Ik wil niet getreiterd worden. Door van die stomme meisjes. Die, die, die meisjes met die gedachte van. Ik mag jou wel slaan. Maar jij mag niet terugslaan. Nee, maar ik wel. Want ik ben een meisje. Dus als ik jou sla. Mag je niet terugslaan. Pats. En dan krijg je hem voor je kop, jongen. Ja, dat zal je maar helemaal als manager. Gelukkig doet ze ook helemaal niet vriendelijk tegen vrouwen. Dus. Ja, dat is nog weer uh, wat waard. En mijn locatie. Ja, ik inspecteer. En, ja, als ik vind dat het schoon is, is het schoon. En als je het er niet mee eens bent, heb ik ook duidelijk afgekondigd. Als er iemand is. die het niet eens is met mijn oordeel over schoonheid. dan uh, moet je dat aan mij melden. Ik ben niet gehandicapt of zo. Het laatste leuk in de keuken. Ik kom ik dan weer binnenwandelen. En ik weet niet wat ik moest doen. En dan zei iemand tegen mij. Weet je wat ze net zei? Zij zei. Oh. Perrie heeft alles schoongemaakt. Dat is mooi. Dan gaan we dat nu weer vies maken. En ik ken haar. Dat is echt heel lieve, zei En ik was ontzettend lachen. Ik zie je natuurlijk? <laughs> Dat is wat ik nodig heb. Door dus mensen die dingen smerig maken. Want anders heb ik niks te doen. En dan word ik teruggestuurd naar het land van herkomst. <laughs> uh, uh, gij, uh, hij die niet werkt zal niet eten. Uh, zo is het. <coughs> In de zin van eten. Die Anthony Robbins. Met mij gaat alles goed, hè? Ik denk in positivo's. Anthony Robbins, dat is de godfather van onze Ernemse Emile Rapelband. En die heeft om zich heen allemaal mensen verzameld met extreem goede gebitten. En uh, sommigen, ja, het, uh, maar het allemaal zo positief, Positivo. En het motto van Anthony Robbins is: uh, Blijf hongerig. Honger. Je hebt honger. Dat zit in jou, jij hebt honger. En dat hongergevoel, dat moet je laten komen. Ja, en hij die niet werkt, die zal niet eten. Dus, dus wat moet je er gaan doen met je hongergevoel? Nou, je moet gaan werken. Want dan krijg je volgens de Bijbel de mogelijkheid tot eten. Maar als je niet werkt... en je hebt honger... En dan gebeurt er niks. Dan heb je alleen maar honger. Naar meer. Hey, je moet honger hebben naar meer. Je gaat mij niet vertellen dat je genoegen neemt met deze samenleving met Mark Rutte aan het hoofd. Mondkapjes zijn verplicht, want die zijn uh, niet werkzaam. D dat kan beter. Dat is een verbeterpunt voor onze samenleving. Daar kan je iets beter over gaan nadenken. En geen gratis mondkapjes voor asielzoekers. Er moet een heel groot bord hangen. Want je mag hier alleen naar binnen als je voorzien bent van een uh, niet werkend mondkapje. En dan moet je wel kunnen overtuigen dat het niet werkt. Dan heb je dus een bepaalde test. Dan hang je dat mondkapje in en dan wordt even getest. Ja, inderdaad. Alle virussen gaan er doorheen. Ja, oké, okay, deze werkt niet. En die heb je zelf bij je uh, als een soort paspoort. Dat je in Nederland in mag. Maar niet dat allemaal mensen hier binnenkomen en zeggen: van, ja, maar, ja, dat wist ik allemaal niet. Ik moest er niet werken het mondkapje op. En, maar gelukkig zit ik in Wageningen. Maar GroenLinks en die andere ja, communisten, zullen we zeggen, katholieken, en die zijn er heel erg de baas. En nou gelukkig krijg ik daar een gratis mondkapje dat niet werkt. Maar het wordt niet getest. Maar dat, dat kan ook niet. Maar, ja, het zou eigenlijk moeten dat, dat bij die asielzoekers en al die andere mensen met, van de voedselbank en zo, dat er wel even getest wordt dat het niet werkt. Maar dat kunnen we niet betalen. Dus dat zijn ongetest niet werkende mondkapjes. Want misschien kunnen ze werken, maar dat kunnen we dan niet weten. We, we gokken erop dat nou, dit kan echt niet werken. En in enkele gevallen werkt het wel, maar dat kunnen we niet weten. Want als we dat wat willen weten, dan kost zoveel geld. Dat kan de burger niet betalen. Leuk. Ik zag ook van de week een uitzending op Café Weltschmerz. Met twee studenten. En die ene die deed uh, bewegingstechniek. En die andere die deed uh, corporate international management. Of business. Dinges. Evolvement. En die waren het er niet mee eens. Nou, waar ik het niet mee eens ben. is dat zo iemand uh, ingenieur bewegingstechniek wordt. Dat snap ik dan weer niet. En. Cooperative business management finance. en zo. Dat denk ik. ja, meisje, meisje. Je hebt de matrix. En die matrix die luidt. passiva. Activa aan de linkerkant. Nee, wat was dat weer? Ja, je hebt passiva. Passiva ja, precies. Je hebt passiva activa aan de linkerkant. En aan de rechterkant heb je kosten en baten. Maar die rechterkant is anders dan de passiva en de activa, want de passiva en de activa, dat zijn uh, uh, steady dingers. dingen en kosten en baten, dat is net als het weer. Wat heb je nou weer gepint in de supermarkt? Ja, als je die begrijpt. Maar dan gaat iemand studeren, en corporate business management. Wat, 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 wat. Oh, 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 de, een, een goede vriendin van mijn dochter, die studeert iets met uh, massa-voedselproductie, regelgeving, uitvoering. Dus, uh, Moeten ze dus, uh, voedsel en mass worden geproduceerd? En daar horen wel de bepaalde certificaten bij? En wat hoort erbij? En die studeert dat. Dat is een advocaat. Die bepaalt dan uh, ja, voor 3, 4, 5, 6.000 euro bruto aan kosten per maand of iets te eten valt. En met mij gaat het goed. Ik ben er heel dankbaar voor. Mijn werk is goed te doen. En lekker een beetje reuring in de tint. En allemaal emoties. En weer een deur ontwricht. En ik ben nou bezig om uh, gebarentaal te leren aan die man die die deur heeft ontwricht. Want misschien dat het helpt. Als de begeleiding begrijpt wat die kerel bedoelt. In plaats dat hij een deur moet gaan ontwrichten. om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Ik moet onderhoudsmeneertje weer langs je kometje. Kijk een drama, jongen. Maandagochtend ben ik er weer, hoor. Even kijken of het met iedereen nog goed gaat. Ja, voel je dat zelf ook niet? Hm? Wil jij ook niet zo'n leuke baan? Ja, ik ga niet verklappen waar ik werk, want dan word ik eruit gezet. <laughs> ja, die baan is uh, de Matthäus uh, 20. For the kingdom of heaven is unto a man with a vineyard. Een hey, householder with a vineyard. Nou, zoek er zelf maar even om. En lees vooral het hele stuk uit. En dan kom lekker tot rust. Er is helemaal niks aan de hand. Ik zat van de week aan mijn werk. Dan liep een vrouw naar voren. Naar de buschauffeur. Buschauffeur! Tijdens het rijden, hè? Nee, nee, we stonden bij de... Nee, het was tijdens het rijden. Ja, het was tijdens het rijden. Die bus is in het bos uh, stilgezet. En die buschauffeur die is naar achteren gelopen. En die heeft die buitenlandse gozer eruit gezet. Want die buitenlandse gozer die had punt 1 niet ingebliept. En punt 2. Had hij geen mondmasker op? Nou, daar stond die neger daar. Nee, was geen neger. Was een, maar wel een buitenlandse jongen. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Hij grijnsde. Zo van... Je? Nou, dat is het wel apart hoor. Nou, uh, nou, dan wil ik het ook even niet meer. Nou, dan ga ik maar de bus uit. Joh, 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 joh. En dan reed de bus even verder hoor het oponthoud, het heeft mij wel twee minuten gekost, of drie of vier of vijf. Dus ik was te laat op mijn locatie. Ik vond het wel goed van die buschauffeur strak. Dus het valt niet te accepteren. Kijk, de, de FVD is tegen de mondkapjesplicht. Nou, mijn punt is: de, de mare, de rumor. De rumor is dat de Nederlandse staat een contract heeft met de Antichrist. Vicarius Fili Dei. En waar is dat voor nodig? Waarom heeft de Nederlandse staat een contract met de Antichrist? Vicarius, filii, Dei. Vicarius is vertegenwoordiger. Fili, zoon, Dei, God. Vertegenwoordiger, zoon, God. De Nederlandse staat heeft een contract met vicarius filii dei, met die organisatie die er achter zit. Ja, er is een organisatie en die heeft dat begrip geïntroduceerd, plaatsvervanger. Zoon God, en die is de baas op deze wereld in alle aspecten. En wij zijn zondaars. Wij denken. Ja, maar als Joris Demmink kleine jongetjes neukt, dan uh, nou, dan uh, ja, en ik dan nou, kijk naar Joris Demmink. En daarom is Joris Demmink ook opgevoerd met dat seksschandaal. En Joris Demmink heeft nog netjes mogen zeggen op het NOS-journaal dat hij graag seks had met jonge homo's en niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Ja, welcome to the treasure dome. Je kan zeggen van ja, maar het was maar een uitspraak bij het NOS-journaal... en ja, wat doet het ertoe? Mijn punt is... Het is gezegd. Er is ook iemand gisteren... die. Ik zei, Jaap van Dissel heeft gezegd dat mondkapjes niet effectief zijn. In die zin, kippengaas voor je raam spannen... dat houdt de muggen niet buiten... Je hebt wel kippengaas, je kan er zelf niet uit. Oké, okay, zelf kan je niet naar buiten, maar die muggen kunnen wel naar binnen. Dus je houdt inbrekers tegen en whatever, konijnen. Je houdt van alles tegen met kippengaas, maar geen muggen. En net zo min werkt een mondkapje. En zei die vent: Ja, dat, dat klopt wel, dat, dat ben ik wel met je eens en zo. Hè. Maar er was één uitspraak van hem. En moet je eens luisteren naar al die andere uitspraken van hem. Want die, nou laten we het daarover hebben. Het antwoord is dat iedereen vreest voor zijn leven. En dat moet je helemaal niet doen. Je moet helemaal loslaten. Want er is niks aan de hand. En dan kan jij wel roepen. Ja, maar er is wel wat aan de hand. Er is wel wat aan de hand. Ik weet het zeker dat er wat aan de hand is. Maar Piri, wat vind je hiervan? En ik zeg, er is niks aan de hand. Je hebt... Dus dat staatssysteem wat wij hebben heeft drie poten. Dat is de Belastingdienst. Maar dat zie je niet. Dat is wel de eerste die dan. Ja, het kost allemaal een beetje geld. Dus je moet een bijdrage leveren. En dat is dan. Nou, dan moet je steeds meer bijdrage gaan leveren. En hoe rijker je wordt, des te meer bijdrage je moet leveren. Totdat je het niveau bereikt dat je zoveel weggegeven hebt en dan krijg je ook bakken terug. Want dan ben je een medespeler zoals Donald Trump. Die man heet troef, hè? Troef is het. Zo'n man wordt aangekondigd, die wordt gefabriceerd, hè? Maar zo slim zijn ze. Deze mensen, daar valt niet mee te spotten. Deze mensen bedrijven zwarte magie. En ja, dan kan je zeggen, ja Perry, jij weet dat zwarte magie niet werkt. Dat is ook zo. Maar dat betekent niet dat je het niet kan doen. Laten we eerlijk zijn over Jeffrey Epstein, daar hoor je niks meer van. De, de discussie was of Jeffrey Epstein zelfmoord had gepleegd of dat hij vermoord was. En de camera-opnames, er uh, nou, was ook een dienstwisseling. En het, is erg, ja, het is nogal moeilijk om te bepalen hoe het nou in elkaar zit. En wij maar denken, is het nou zelfmoord of moord? Waar we niet aan denken was dat Jeffrey Epstein gearresteerd is. En dat was niet de bedoeling. En dat Jeffrey Epstein ervoor gezorgd heeft dat hij voldoende geld achterhand had, achter de hand had. Een uh, get out of jail. For free. Card. En dan met een verhaal in de krant. Want iedereen wil weten waar Jeffrey Epstein gebleven is. Nou, iedereen zegt: ja, dat was of zelfmoord, of hij is vermoord. Ja, of hij woont op Jeffrey Epstein-eiland. Nummer twee. Wel anders hoor. Een hele andere eiland. En hij heeft een baard tegenwoordig. Maar wat heeft Jeffrey Epstein fout gedaan? Helemaal niks. Van die meisjes die. Maar wat heeft hij fout gedaan? Wat ik ervan begrepen heb, is dat Jeffrey Epstein. dat hij dan connecties had met de Mossad. en dat hij zijn medewerking verleende. het organiseerde van orgieën. Om mensen ja, chantabel te maken. En meisjes, ja. Euh, ja, die staan allemaal. Euh, oh, mag ik ook, oh, mag ik ook. Ja, dat is bekend. Hè? Meisjes worden helemaal gek van aandacht. Dus je moet meisjes aandacht geven. En dan, oh, oh. Het enige wat je moet doen is aandacht geven. En hoe geef je een meisje aandacht? Nou, dan... We, 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 we dachten deze kamer voor jou en een mooi bedje en een douche en we uitkijken op de zee. En, en wat wil je eten? En, en een frisse salade en een bediende. En, en... Ja, en daar houden die meisjes van. En wat heb je van je Epstein dan nou fout gedaan? Die, die meisjes die hielden van die dingen. En gratis vliegen. En dan heb je barbecue en alles. En hé, uh... hey, daar is uh... Clinton. William Clinton ook. Oh, maar die wil ik ook even spreken. Ja, en dan lig je met William Clinton in bed. En dan denk je: auw, auw, auw. beetje Nou zeg, uh, dan mag het een beetje rustiger. En dan zegt William Clinton, en ja, ja back-out-rut. Ja, dat is toch logisch? Ik laat me even een pauze vallen. Ik heb er helemaal niks over te zeggen. Ik heb gefantaseerd dat mijn dochter op een dag bij me thuis kwam... En zegt pap, ik ga werken in de prostitutie. En dat ik zeg, wow. Kidoki en. Uh, waardom? En hoe is het met de hygiënie? Wat ga je doen? En ook wel uh, wat tips geven. Van, nou, denk aan de SM. Dus als je veilige prostitutie wil. qua seks, uh, geslachtsziektes en zo. Huh? Nou, SM is uit. Geld te verdienen, jongen. Oeh. Nou, je moet bedrijfskleding hebben. Maar hij is een bouwvakker ook. Dus je moet ook een eigen helm hebben. En een eigen dinges. En daar is de bouwwakker. Met werkschoenen. Heeft hij allemaal zelf betaald. Dus je hebt een werkpak. Nou, dat als post te is... Te doen. en op hoge leeftijd werkt het nog steeds. Maar je hebt voor de rest geen uh, uitwisseling van lichaamsvloeistoffen. Het is meer uh, ja de kunst. Ik vertrouw vrouwen niet, maar je hebt van die mannen en die vertrouwen dan zo'n vrouw van, nou geef mij maar even voor mijn billen en maar doe maar wat je wil. Dat, dat ja. Ja, ik vertrouw mensen niet en ook geen vrouwen. Iedereen heeft mij bedrogen. En dat was voor 98% mijn schuld. Dat ik te veel verwachtingen had van andere mensen en geen begrip had hoe, 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 wie ze waren. Je moet mensen helemaal niet vertrouwen. En mensen die andere mensen vertrouwen, die moet je ook niet vertrouwen. En andere mensen die andere mensen niet vertrouwen, die moet je ook niet vertrouwen. Dus het credo is nog steeds: wees vertrouwd. En vertrouw niemand. Neem zo corona-testen. Je bent er getest. Ja, ik ben corona-vrij. Ja. Maar je hebt alweer één dag in een besmette omgeving in de te gelopen. Dus, ja, hoe vaak moeten we je testen? Ieder uur, dacht ik. Snap je? Ik heb helemaal geen zorgen maken. En zeker niet over mij. Bij mij gaat het goed. Lekker bezig met uh, eten, koken en denken erover. Met mijn planten gaat het goed. Het is winter. Dus... En mijn kruidenkamer, die. Uh, die oh, daar staat de rozemarijn nog overeind en de citroengas. En... en ik heb inmiddels een beeld van hoe het moet worden. Er komt een grote verbouwing. En dan de zomer. Ja, dat wordt een mooie oogst. Maar alles moet opzij. Het ligt nog veel meer rot zo eruit, want mijn dochter staat nog in een stomme kast. Die moet ook weg. En zo ga jij ook denken. Opruimen die handel. Kijk, er is nooit iets aan de hand geweest. Het is altijd hetzelfde. En het is nu nog steeds hetzelfde. En wat is het probleem? Jo, maar ze pesten mee. Ja, ja dat is vervelend. Genesis 6. In die dagen liepen pestkoppen in de rente. Genesis 6, dus voor de zondvloed. In die dagen liepen pestkoppen in de ronde. Heel groot, heel groot, hoor ze. Zo groot, man. En heel vervelend. Bullies. Een heel nieuw begin van Genesis 6. <laughs> ja, kom op, ik heb verder niet zoveel te melden. Ik heb de camera aan het werk gekregen. Oh, echt een stapel dingen te doen. Maar het is winter. En ik word gepest op mijn werk. En dat heeft nu mijn aandacht. Tot de volgende. Doei.